dag in november 2019. Alle hartelijk welkom hier in onze prachtige Friedrichse molen. In het bijzonder aan Liske en de kinderen, voor wie deze dag een speciale betekenis zal hebben, om samen even in gedachten terug te gaan naar onze tunnels en dat op deze mooie plek. Bijzonder welkom aan Hans en Karin, die ondanks hun beperking toch de moeite hebben genomen om even hier aanwezig te zijn. Hans en Karin hebben altijd een bijzondere band gehad met Liske en tunnels en nog denk ik. En dat willen ze op deze manier toch onderschrijven. Vandaag gaan we een belofte inwilligen die we destijds tijdens het afscheid van tunnels, en dat is het toch alweer 2 jaar geleden, hebben uitgesproken. Tijdens die gedenkwaardige bijeenkomst hier in de molen besloot de Stichting Friedrichse Molen in dit gebouw in pakketten te zullen aanbrengen als blijvende herinnering aan tunnels. En dit als dank voor zijn vele verdiensten die hij voor de molen had. Dat het uiteindelijk 2 jaar heeft moeten duren om dit tot stand te brengen, heeft eigenlijk geen bijzondere oorzaak. Misschien is het hierdoor wat gemakkelijker geworden om even terug te kijken naar tunnels. Het verlies en de pijn zal natuurlijk blijven. Echter de herinneringen aan tunnels kunnen nu in een ander perspectief plaatsen en kunnen nu met een lach en een traan terugdenken aan deze bijzondere mensen. Voordat we tot de onthulling overgaan, wil ik toch nog even een bijzonder feit aanhalen. Nadat Tunnels was overleden, had de stichting behoefte om de opengevallen plaats in het bestuur aan te vullen. Meteen werd gedacht in de richting naar een van de zonen van Tunnels. We waren bijzonder blij dat Roel te kennen gaf hier wel iets voor te willen voelen. Hij is echter niet over één nacht ijs gegaan. Na enige bedenktijd en het bijwonen van de vergadering heeft hij mij laten weten dat dat graag te willen doen, niet alleen als eerbetoon aan zijn vader, maar ook de interesse die hij heeft voor dit bijzonder monument. Roel, van harte welkom in ons bestuur. Maar ik ben er eigenlijk nog, hè? We moesten nog in de weerste de bieren. Hij past er precies tussen, of niet, hij? Liefje, mag ik vragen om hier aan dit bijzonder doek te trekken? Ter herinnering aan Tunnels Delen, lid van de Stichting Friedrichse Molen en een van de initiatiefnemers die het herstel van deze molen mogelijk heeft gemaakt. Overleden op 24 oktober 2007 op 78-jarige leeftijd. Tunnels heeft op zijn zeer speciale wijze veel mensen en groepen in de molen rondgeleid. Ik heb geen bril op daar. Is er iemand behoefte om iets te zeggen of wat je nodig? Onze rol moet maar even kijken. Nee, nee, nee. Het diepe gegeven. Maar dat kan je gemakkelijk. Nou ja, goed. Ik wil je wel zien. Ik denk dat ik wel namens de hele familie spreek, jongens. Dat ik allemaal, zeker alleen omdat je hier bent, is dat wel fantastisch. Het is maar 2 jaar. Nu komen niet zo belangrijk als hij er niet is. Maar zoals ik kunnen zeggen, hoort het al 2 jaar geleden en het is gewoon vergeten. Maar fantastisch. Dank jullie wel en dat die plaats heeft gekregen, zijn we heel blij om. Dank. Ja, nou, ik denk dat het een beetje
Ja, heel erg bedankt.